Jascha en Daniel hebben de eindstreep behaald. Let op, want jij wordt ook geteld. En hoe maken we het verkeer veiliger? Hey, goedenavond en fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Hehe, het is eindelijk voorbij. Nu mogen ze eindelijk gaan genieten van hun vakantie. Voor de toetskandidaten was het vandaag een belangrijke dag. Ben je geslaagd of niet? Ja, ik denk van wel. Ik heb wel gewaardeerd in de klas. Ik heb ook goed gewerkt, dus 10 uur moet ik het horen. Ik ben vrolijk omdat ik weet dat ik ben geslaagd. Ik heb goed gewerkt, ja. Het was een drukte op de Richenel Sloten School. De leerkrachten zijn nog druk bezig met het invullen van de diploma's. Alle aanwezige leerlingen weten dat ze geslaagd zijn. Alleen weten ze niet waarvoor. Ook Jascha en Janiel zijn geslaagd. Ik denk dat ik voor de Milo ben geslaagd. Je weet waarvoor je bent geslaagd. Hangt er vanaf van je punten. Ik heb 58 punten tot nu toe. Het kan meer worden. Dus Milo, ja. Ik ben ook naar school gekomen behalve voor mij. Om mijn uitslag te horen, maar ook van die andere kinderen. En die kinderen zijn al voor de uitslag druk bezig met het beschrijven van hun schooluniform. Dat ze vandaag voor het laatst zullen dragen. Het is een soort van herinnering. Ik ga het later ook doen, maar nu doen ze het. Als ik mijn uitslag heb gehoord, ga ik het ook doen. De ouders of verzorgers van de leerlingen die niet geslaagd zijn, zijn in de ochtend al gebeld en mochten het rapport van hun kind ophalen. Op de Richenel Sloten School waren dat maar 4 leerlingen. Na lang wachten mocht de rest zijn diploma in ontvangst nemen. Op naar de Milo. Het district Nikeri heeft al 7 jaar de beste toetsresultaten. Dit jaar ook. Op de OS Kisun Singh, de Srinarayan School, op OS Nieuw Nikeri, OS 2 Hampton Court, zijn er 100% geslaagden. Alle 6e klassers zijn dus geslaagd. Nu mogen ze lekker gaan genieten van hun vakantie. De volkstelling bestaat al meer dan 2000 jaar. In elk land wordt er wel eens een telling gehouden. Nu zijn wij weer aan de beurt. Iedereen in het land zal vanaf vandaag worden geteld. Want het is de 8e volkstelling in Suriname. We zijn als eerst bij de president gekomen omdat hij de eerste burger is van het land. Hij is hoofd van het land. Dus uit respect zijn we naar hem toegestapt als eerst. Het is belangrijk zodat we weten hoeveel mensen er in het land zijn. Hoeveel huizen, gebouwen er in het land zijn. En wat de leefomstandigheden van de mensen zijn. De mensen van het land worden niet zomaar geteld. De regering kan die informatie goed gebruiken om belangrijke beslissingen te maken. De informatie is belangrijk zodat we bijvoorbeeld weten hoeveel kinderen er in de stad wonen of in Saramaka of Kamera districten, zodat we weten hoeveel scholen we moeten bijbouwen. Zodra je geteld bent, wordt er een sticker geplakt aan de wand van het huis waar je woont. Dat geeft aan dat je bent geteld. En dat heeft de president nu ook gedaan. De telling zal ongeveer 3 weken duren. 2 september is de laatste dag. De Olympische Spelen zijn voorbij en jeugdige tennissers terug uit San Salvador. Deze berichten in onze kort nieuwsblok. De jeugdige tennissers die ons land hebben vertegenwoordigd in San Salvador zijn terug in Suriname. Daar deden zij mee aan het JITEC-toernooi. Er werd tijdens dit evenement gestreden in de U14 en U16 klassen. De tennister Anouk Ma'ayong hadden we voor haar vertrek gesproken. Zij heeft de kwartfinale bereikt. Alle spelers hebben hun uiterste best gedaan, maar we haalden de finale helaas niet. En de Olympische Spelen voor dit jaar zijn alweer afgelopen. Gistermiddag vond de officiële afsluiting plaats. Heel veel Britse artiesten hebben opgetreden, waaronder de Spice Girls. 80.000 toeschouwers in het stadion en ongeveer 1 miljard tv-kijkers hebben het allemaal gezien. Amerika is de grote winnaar voor dit jaar met 104 medailles. Op de tweede plaats eindigt China met 87 medailles. En op de derde plaats staat het Britse Koninkrijk met 65 medailles. Op de sluitingsceremonie is ook de Olympische vlag overgedragen aan Brazilië.
In 2016 worden de Spelen daar gehouden. Hopelijk zijn we als Jeugdjournaal er dan ook bij. We blijven het proberen om ons verkeer veiliger te maken. Op verschillende manieren worden we steeds eraan herinnerd om ons op de juiste manier te gedragen in het verkeer. 4 dagen lang heeft het Korps Senior Brigadiers deze speciale verkeersbeurs georganiseerd. Het grote doel achter deze beurs is dat wij eigenlijk voor het eerst in Suriname op één moment demonstreren dat er eigenlijk meer instituten, meer organisaties bezig zijn met veilig verkeer en belast zijn, een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Als mensen dan een rijbewijs hebben, dan denken we, we zijn verder klaar. Maar het sociaal deelnemen aan het verkeer, dat is een heel ander niveau. Dat betekent dat we goed op elkaar moeten letten, dat we moeten kunnen kijken door, bijvoorbeeld niet door donkere ruiten, als we gewoon door heldere ruiten kijken, kan ik zien dat u plotseling bent afgeleid en kan ik daarop inspelen. Welke vragen heb je allemaal? Van stopborden, fietsborden. Wat betekent het eerste bord? Stopverlening vooraan aan het verkeer, aan het op de doorgaande weg. Kinderen die vaak overgeleverd zijn aan wat ouders doen, en de ouders doen het jammer genoeg niet altijd correct, dat kinderen ook al op heel jonge leeftijd weten van hé, dit is volgens mij verkeerd. En kinderen kunnen dan ook hun ouders corrigeren. Ja, er komen stemmen op om de leeftijdsgrens te verhogen, hè? Van 21, want nu is het 18. Maar dat men ervan uitgaat van 18-jarigen hebben nog niet zoveel verantwoordelijkheidsbesef. Maar ik zeg aan de ene kant van oké, maar waarom laat je de 18-jarigen stemmen? Fouten maken kan en mag, het is toegestaan. Maar het is ook belangrijk dat we weten hoe te corrigeren. Heel veel mensen willen wel dat onveilig gedrag aan de dag leggen, maar willen niet nadenken over hoe dat verder moet. Het kan betekenen dat je je familie in gewoon verschrikkelijk veel leed aandoet. Als we hier erin slagen dat iedere beursbezoeker één ding verandert dat hij misschien verkeerd deed, dan komen we steeds dichter bij het doel, want daar gaat het om. Vanavond is de laatste beursdag. Tot en met 10 uur kun je er nog naartoe. De organisatie hoopt dat iedereen zich steeds beter en veiliger zal deelnemen aan het verkeer. En met dit nieuws zijn we weer gekomen aan het eind van deze uitzending. Maar we zijn er morgen weer. Fijne avond! Thank you.